Ik vind het geweldig dat ze dat nu, een keer doen, want het is erg nodig. Want er is veel illegale bewoning hier op het park. Ik denk dat het met de immigranten misschien wat te maken heeft. Dit vakantiepark in Putten werd vanochtend vroeg helemaal afgesloten. Samen met onder meer de Belastingdienst controleerde de politie iedereen op het park. Er gebeuren volgens een aantal bewoners soms wel hele ongewone dingen. Af en toe dan, staan ze s'avonds op de weg hier, dan slaan ze gewoon 30, 40 man slaan ze elkaar aan elkaar. Of het ene steek ze even neerloopt op het park heen, dus het is allemaal zo'n zootje. Langs de weg dat ze de rommel zo erg van zich afgooien. Ja, het kan alleen maar vooruit gaan op deze manier. De politie en gemeente zijn de hele dag bezig geweest. Wat de actie precies heeft opgeleverd, is volgende week pas bekend.